Yo, dat gasten, welkom bij een nieuwe bak. Je telefoon valt. Kut. Dus welkom bij een nieuwe Banjo Movie, waarbij het veel te hard waait. Afgelopen week heb ik boom deze video geüpload en dat was een hele grote video. En daarom doe ik vandaag een iets kleinere video, een Q&A, gewoon gezellig met jullie. Bardo, als je een dier zou mogen zijn, welk dier zou je dan willen zijn? Waarschijnlijk een dinosaurus, want dat is best wel cool. Een T-Rex, dank voor die hele kleine armpjes dan. Ben je bijzonder waardeloos in het leven. Wat doe jij meestal op de wc? Een geheime organisatie oprichten die ervoor zorgt dat we uiteindelijk de hele wereld kunnen overnemen. Een soort Illuminati, maar dan iets minder groot. Ik vind Illuminati veel te groot. Ik wil het klein houden. De man Stan vraagt, hoe zou jouw leven eruit zien zonder deze geweldige filmpjes? Ik weet niet hoe mijn leven eruit zou zien als ik geen YouTube had, maar ik weet wel waar ik zou werken als ik geen YouTube had. Piep, 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 piep. Kijk eens meneer, wilt u ook nog de euroknallen erbij? Eén hamburger voor... Sorry, wilt u dan een grote cola of een kleine? Kleine cola. En saus bij de Big Mac. Top. Ga ik hem even halen. Wanneer is het moment dat je kan zeggen, en nu heb ik alles bereikt. Zodra mijn provider iets beter bereik heeft, dan heb ik echt alles bereikt. Dan kan ik zelfs China bereiken. Pling! Hebben je buurtbewoners raar opgekeken toen je video opnam bij de voordeur of op het grasveld bij je in de buurt? Nou, sterker nog, omdat de zon hierachter heel erg fel is, kon ik niet... Oh, ik knorde. Kon ik dus niet op het grasveld hierachter zitten, dus zit ik nu hier in een kinderspeeltuin. Ja, ja, ja. Het wordt alleen maar erger en erger met mijn video's als dit zo doorgaat. Wat is het bizarste wat je ooit hebt meegemaakt? Nou, dat is eigenlijk vrij makkelijk, want Justin Bieber is in één keer normaal gaan doen. Of ja, normaal gaan doen. Hij is gestopt met het swag gelul en hij is iets meer normaal gaan doen. Hij is nu bij de roast gekomen en daar heeft hij zichzelf af laten branden. Hij heeft eieren gegooid op een ander huis waarvan je denkt, ja, dat zouden ze in 1920 ook wel hebben gedaan bij de buren. Gewoon 100 jaar geleden, Justin, kom op. Maar... hier komt het rare, en dit is iets waar ik niet trots op ben. Ik begin een beetje respect te krijgen voor de jongen. Ik ben er niet trots op, ik ben er niet trots op. Mijn telefoon valt weer. Maar de jongen heeft dus wel gewoon even nu laten zien aan de hele wereld dat hij zelfspot heeft. En dat is zo belangrijk. En daarom, als dit zo doorgaat, dan ga ik echt een keer mijn excuses aanbieden aan Justin Bieber. Dat ik hem al die tijd zo heb afgekraakt. Justin Bieber, je begint een beetje eng te worden nu. Ik weet niet of ik je nu haat of dat ik je best wel cool vind. Honor of Boner? Ik denk dat je bedoelt Honor of Boner. Maar je hebt ze allebei verkeerd geschreven en nu lijkt het heel erg alsof je praat over Lord of the Rings. Honor en Bonor. Misschien wel een van de Hobbit-dwergen, weet je wel. Honor en Bonor, die hebben Smaug verslagen. Schrijf eerst je vraag goed voordat je hem stelt. Moet ik zeggen, hypocriete lul dat ik ben. En we gaan verder met een paar vragen van Instagram. Wat zou je als eerste doen als je een meisje was? Volgens mij vraag jij hier gewoon naar de hele bekende weg. Want geloof mij, ik ga niet mijn haren feunen, mijn nageltjes lakken of een leuke aan meidenavondje hebben. Nee, nee, nee. Ik zou heel wat anders doen. En hoe ga ik dat goed beschrijven? Het is eigenlijk hetzelfde als de landbouw in de middeleeuwen. Wat neerkomt op heel veel handwerk. Ja, ik denk daar maar over na als je thuis bent. Hoe snel kun jij je vraag beantwoorden? Sorry, wat was de vraag ook alweer? Wat was je eerste camera toen je begon met video's maken op je kanaal? Nou, mijn allereerste camera, dat was er niet. Nee, ik had geen camera, dus wat ik deed is, ik pakte mijn webcam en ik heb met een webcam allemaal foto's gemaakt, zodat het leek alsof ik bewoog. Terwijl ik eigenlijk dus niet bewoog. Hier een stukje van de video. Ik moet er even onderheen lullen, want de video was een liedje en dat liedje kan ik niet gebruiken, want het is copyrighted. Maar je ziet het, met heel veel paint en heel veel foto's had ik mijn allereerste video gemaakt. Fuck yeah, dat is kwaliteit. Jezus. Als je moet kiezen, wie moet er eerder dood? Een hond of een puppy? Baby, puppy. Wat? Ga je liever dood met een lach op je gezicht of zonder... Alweer een doodvraag. Alweer, oké, geen doodvraag, oké? Bardo, als je nu doodgeschoten... Oké, jongens, ik kap met deze Instagram-vragen. Op Instagram gaat door de een of andere manier alles ofwel over spam, ofwel over haat, ofwel over de dood. Terug naar de Twitter vragen, want dit staat echt nergens op. Wat ben je liever, een werewolf of een vampier? Ja, nou, dit is alles behalve de trotse bekentenis van mij, want ik heb Twilight gezien en ik weet dus dat vampieren glinsteren en weerwolven lopen altijd rond zonder shirt. En als elke weerwolf die sixpack heeft, ja,
kabel zou ik nog wel daarvoor willen kiezen. Alleen ik ga toch liever voor het glinsteren. Want dan kan ik tenminste mijn shirt aanhouden. Wat is je life goal? Nou, wat ik eigenlijk heel graag zou willen is in mijn leven van alles wel iets een keer gedaan hebben. Ik heb een keer een tv-programma gepresenteerd. Ik heb een film gemaakt. Ik heb een boek geschreven. Ik zou nu best wel een album willen maken of een poëtisch iets of iets in het theater. Ja, ik wil letterlijk overal iets een keer aan gedaan hebben. Dat zou mij heel cool lijken. Te beginnen met een super vet muziekalbum. Dat lijkt mij nu echt even heel erg leuk. Cool, tof, raar, vaag, wat voor bijvoeglijk naamwoord dan ook. Waar heb je een hekel aan? Nou, leuk dat je het vraagt, want toevallig was ik gisteren in de McDonald's. Ja, dat is nu weer echt een opmerking waarvan jij thuis zal denken. Ja, Bardo in de McDonald's, vertel me eens een keer wat nieuws. Maar in de McDonald's was ik als derde in de rij. En degene vooraan in de rij heeft lang in de rij moeten staan. Maar terwijl die in de rij stond, heeft hij niet kunnen nadenken over wat hij zou gaan nemen terwijl die bij de kassa stond. Ik ergerde me dood aan die gozer. Waarom sta je in de rij en denk je niet na over wat je wil gaan bestellen? Dat maakt het hele proces veel sneller. Dus in ieder geval, hij had zijn bestelling en degene voor mij had ook nog niks gekozen. Dus ik irriteerde me weer dood. Dat ik denk, hoe kan je in de rij staan en niet nadenken over wat je wil gaan eten? En vervolgens was ik zelf aan de beurt en had ik mezelf zo veel kapot geïrriteerd dat iedereen die ik daar zag lopen, dat ik zelf geen keuze had gemaakt. Dus stond ik daar ook en ik van, oh, kut, ik ben aan de beurt. Ik wil. En geloof mij, ik heb geen salade genomen bij de McDonald's. En dat was de laatste vraag eigenlijk. En één dingetje nog wat ik jullie extra wil meegeven, dat is eigenlijk wel dat ik druk bezig ben om Banjo Movies naar een 2.0 te krijgen. Vorig jaar in augustus zei ik namelijk dit. En als laatste wil ik nog even zeggen dat ik vanaf nu elke zondag om 4 uur een nieuwe video ga uploaden. In ieder geval voor de aankomende 10 weken. Dus elke zondag een nieuwe Banjo Movie. Ik wou 10 weken op rij, elke zondag uploaden en we zitten nu inmiddels alweer in april van 2015 en ik heb maar 1 video gemist en dat betekent dus dat ik gewoon voor het eerst sinds een paar jaar gewoon elke zondag een video heb geüpload. Yes! En wat ik nu in de toekomst wil gaan proberen is elke vrijdag en elke zondag een video uploaden en ik heb daar al bepaalde kleine stukjes voor die je nu in beeld ziet lopen, want deze video's ben ik nu aan het maken en ik hoop dat ik al deze video's online kan gaan gooien rond het begin van mei. Dus vanaf bij 2 Banjo Movies per week. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Geef dan vooral een blauw duimpje. En ken je mij nog niet? Ik ben dus Bardo. Ik maak elke zondag een video op YouTube. Klik hier beneden om te abonneren. Deel deze video met al je vrienden. Daar zou je mij heel erg blij mee maken. En hou Banjo Movies in de gaten. Want vanaf mei 2 Banjo Movies per week. Fuck yes, of niet dan? Tot jullie. Tot dan jongens en ik check jullie later. Ja, yo, what up gasten, daar ben ik weer hier in mijn woonkamer. Klik hier verder voor andere video's op Banjo Movies. Abonneer hier beneden en nogmaals, bedankt voor het blauwe duimpje. Tot volgende week, latertje. Oh ja, en mocht jij nog je eigen vraag hebben, laat hem hier beneden weten voor de volgende Q&A. Misschien gebruik ik jouw vraag wel. Dit is je kans. Later.